Verwacht en Veer gaan het vandaag over hele gewone producten hebben. Producten die we zelf iedere dag bijna gebruiken, maar heel slecht kunnen zijn voor dieren. We gaan het daarover hebben met Margot, onze dierenarts. Als je hond of poes niet goed wordt en je gaat naar de dierenarts op verdenking van vergiftiging, dan moet je denk ik wel goed weten wat hij dan genomen heeft. Ja, we merken ook heel vaak dat dieren bij ons komen met de verdenking op een vergiftiging. Dat is natuurlijk lang niet altijd zo. Je kunt ook een virusinfectie hebben waardoor je soortgelijke klachten krijgt. Maar heb je echt gezien dat je hond of je kat iets gegeten heeft? Wat dan ook, neem altijd het product of het etiket van de verpakking mee, zodat we precies kunnen zien wat hij op heeft. Bijvoorbeeld vooral bij onkruidbestrijdingsmiddelen zijn nogal wat verschillende, heleboel verschillende formules op de markt. En het ene is giftiger dan het andere. Dus dan kunnen we precies zien wat erin zit. De dierenarts heeft altijd de mogelijkheid om te bellen met een nationaal vergiftigingscentrum. Ze zijn 24 uur per dag beschikbaar. Okay. En die kunnen van alle producten die er maar op de markt zijn precies zien wat erin zit en in welke concentratie. Ja, en wat daarvoor nodig is om dat op te lossen. Ja. Het probleem is wel dat er maar van heel weinig middelen antistoffen zijn, antigif is. Stel je hebt chocola gegeten, daar kunnen we niks tegen geven om de chocolade onwerkzaam te maken. Dus bij bijna alle vergiftige stoffen komt het neer op laten overgeven. Ja, bijvoorbeeld laten overgeven om te voorkomen dat je het opneemt. Of laxeren, actieve kool geven. Infuus geven om te zorgen dat het wordt gespoeld. Ja. Heel specifiek symptoombestrijding te doen. Dus als een dier toevallen krijgt om iets te geven van spierverslappers. Als je het dier ziek wordt en je denkt dat hij iets verkeerd gegeten heeft, kan je hem dan laten overgeven door gewoon keukenzout? Ja, overgeven op zich is bij heel veel producten een goed idee om te zorgen dat het niet wordt opgenomen als het nog niet te lang in de maag zit. Alleen keukenzout zelf ingeven zou ik nooit doen om een aantal redenen. Ten eerste werkt het lang niet altijd. Dan heb je heel veel tijd verloren, heel veel tijd verspeeld waarin je ook naar de dierenarts had kunnen rijden. Daarnaast zijn er ook producten waarbij als je die op hebt, die juist een dier niet moet laten braken. Bijvoorbeeld hele etsende stoffen. Oh ja, die komen dan twee keer door je slokdarm. Ja, dan heb je extra beschade aan je slokdarm. Dus dan moet je dat niet doen. En daar komt nog bij dat ook echt beschreven is dat dieren een zoutvergiftiging kunnen krijgen. Dus als ze te veel zout binnenkrijgen. Dus dan is het zout op zich ook alweer een gif. Ja, het kan ook weer giftig zijn. Dus niet doen. Gewoon contact nemen met de dierenarts. En als het dier moet braken, dan naar de dierenarts gaan. En die kan injecties geven om een dier te laten braken. Ja. Iets anders. Ik heb vaak gedacht als mijn hond of poes zich niet zo heel erg lekker voelt, een paracetamolletje er even in. Ik word daar zelf altijd wel... Dat is een hele logische gedachte. Het probleem is wel dat voor dieren gevaarlijk kan zijn. Honden en katten hebben een andere stofwisseling dan mensen. En als je de paracetamol tabletten van mensen bekijkt, die zijn bijna allemaal 500 milligram wat daarin zit per tablet. Een gemiddelde kat, katten zijn er gevoelig voor dan honden, die kunnen al problemen krijgen, dus al ziek worden als ze 20 milligram per kilogram lichaamsgewicht binnen hebben gekregen. Ja. Kat weegt gemiddeld 4 of 5 kilo, een volwassen een flinke kat. Dus dan hebben we het over dat minder dan een kwart tabletje van het paracetamol, dat ze daar al echt ziek van kunnen worden. Dat is heel snel dan, ja. Honden zijn er ook gevoelig voor, maar veel minder dan katten. Dus honden kunnen een hoge dosis hebben voordat ze klachten krijgen. Maar ik zou het nooit geven, want je hebt dus kans dat je dieren erger maakt. En niet doen. Want je hebt ook pijnspillen speciaal voor dieren. Ja. Kan dat nog... Dat is als zich heel erg veilig. Ja, dus dat, is dat lijkt me dan idee. Heel goed. Ja, alleen het probleem is, dat die medicatie soms zo smakelijk is gemaakt dat honden en katten het heel erg lekker vinden. Dat is aan de ene kant heel prettig. Ja. Dan hoef je niet elke dag te vechten om het erin te krijgen. Maar heel pakje is dan ook wel heel lekker voor de hond. Het zal niet de eerste keer zijn dat een hond de verpakking openmaakt of met verpakkingen al opeet en dan dus een hele sterke overdosering binnenkrijgt. En dat kan weer schade geven aan bijvoorbeeld je lever of je nieren. Okay. Dus goed zorgen dat ze ergens staan waar de dieren er zelf niet bij kunnen. Ja. Nou, iets voor ons wat we bijna dagelijks gebruiken zijn uien en knoflook. Ik had nooit gedacht dat dat gevaarlijk zou zijn voor mijn huisdier. Ja, als we het hebben over uien, dat zijn de giftigste van alle uiachtigen. En dan hebben we uiachtigen, daar hoort knoflook inderdaad ook bij. Nooit gedacht, ook bieslook, prei, worden allemaal bij de uiachtigen. Vooral katten zijn daar heel gevoelig voor, honden ook, maar weer in een pas veel hogere dosering. En wat ook doen als die? Het gebakken is? Ook als het gebakken is of als het gedroogd is, precies hetzelfde. Er zit namelijk een stof in die oxidanten aanmaakt. En die oxidanten kunnen rode bloedcellen beschadigen. En rode bloedcellen van katten zijn daar heel gevoelig voor. Die rode bloedcellen gaan kapot en daardoor kun je bloedafbraak en dus bloedarmoede.
En ze kunnen in eerste instantie ervan overgeven of diarree krijgen. En een paar dagen later kunnen dieren dus symptomen krijgen die passen bij hun bloedarmoede. Ja. Sloom worden, bleke slijmvliezen of roodbruine urine, omdat de afvalstoffen dan worden uitgescheiden. Dat zou je echt niet verwachten. Ja. Nee, niet doen. Nee, oké. Okay, dat is een hele goede tip. Dan hebben we lekker een stukje chocola. Maar volgens mij weet iedereen bijna wel dat... Chocola kent denk ik bijna iedereen als gifstof voor honden en katten. Het gaat om de stof theobromine die daarin zit. Vooral honden zijn daar gevoelig voor. De individuele gevoeligheid van honden varieert enorm. Dus niet elke hond zal bij dezelfde dosis chocola klachten krijgen. En dat heeft ook nog met type chocola te maken. Ja. De meeste theobromine zit in pure chocola. Ja, er zit meer cacao. Dus het is eigenlijk de cacao die dan... En dieren kunnen er ook weer maag-darmklachten van krijgen, maar ook toevallen, hartritmestoornissen en daar dus ook zelfs aan overlijden. Oh, ja. Nog zo'n hele vreemde, druiven. Ja, druiven. Die had ik ook helemaal niet gedacht. En in het verlengde daarvan ook rozijnen. Zijn eigenlijk ook druiven. Alleen bij honden beschreven dat die daar klachten van krijgen. En dan hebben we het... We weten niet goed hoe het komt, waarom druiven gevaarlijk kunnen zijn. Maar die kunnen bij sommige dieren is beschreven dat die echt nierproblemen geven. Echt acuut nierfalen van het eten van druiven. Ja. Dus liever ook niet aan je hond en kat geven om problemen te voorkomen. Oké. En dan nog iets wat we vaak gebruiken zijn kauwgommetjes gewoon. Ja, en dan gaat het voornamelijk om de xylitol die erin zit. Die zit in kauwgom, maar bijvoorbeeld ook in snoepgoed bijvoorbeeld. Honden zijn dan degene waar je bij op moet passen. En bij honden heeft het een hele andere werking die xylitol dan bij mensen. En bij honden zorgt het ervoor dat die xylitol insuline vrijmaakt, waardoor je bloedsuikerspiegel enorm gaat dalen. En je kunt dus flauwtes krijgen, je kunt daar heel erg slap van worden. Ja. Dus geen kauwgom aan je hond geven. Nee. Ja. Ik denk ook niet dat hij het begrijpt. Ik denk het ook niet, maar het zal niet de eerste zijn die het opeet. Ja. Bloemen? Eten we toch niet? Nee, nou, dus er is een grote groep bloemen, planten, paddenstoelen die ook giftig kunnen zijn voor honden en katten. Lelies zijn berucht vooral bij katten. En katten snuffelen nogal graag aan dingen die ruiken of snuffelen sowieso aan alles. En die kunnen dan wat van de plant binnenkrijgen. Ja, en je hebt hier natuurlijk de meeldraden. Ja. Ze lopen er langs. Kijk, ze kunnen het al bijvoorbeeld op hun vacht krijgen en zich schoonlikken. Ja, alle delen van de lelie zijn giftig voor katten. Je kunt daar heel erg beroerd van worden. Je kunt daar nierfalen van krijgen. Dus braken, speekselen, niet meer willen eten, veel drinken, veel plassen. En ook al in kleine hoeveelheden, zeer giftig voor katten. Oké. Nee, dat wist ik helemaal niet. Dan hebben we de druppeltjes tegen de vlooien. Zijn er heel veel verschillende op de markt. In principe hele veilige producten, maar waar gaat het mis? Er zijn verschillende middelen voor honden en voor katten en dat is niet zonder reden. Katten kunnen niet tegen permethrin. En permethrin is een stof die in heel veel vlooien en tekendruppels zit die voor honden zijn gemaakt. Het zit nooit in middelen die voor katten zijn gemaakt. Dus in principe zou er niks mis mogen gaan. Totdat je per ongeluk het verkeerde doosje pakt en het hondenmiddel op de kat druppelt. Of je hebt een hond en een kat en de kat likt de druppeltjes bij de honden af. Is heel erg giftig voor katten. Kunnen daar hele ernstige neurologische klachten van krijgen. Dus toevallen. Ja. Heel vervelend. Dus mocht je per ongeluk de verkeerde druppels op de kat hebben gedaan en je ziet dat, zo snel mogelijk de hele kat wassen. Want de katten staan natuurlijk berucht om dat ze zichzelf, als er maar iets niet goed is aan hun vacht, dat ze het af gaan zitten likken. Poetsen, en daardoor krijgen ze heel veel van binnen. Dus zo snel mogelijk de kat wassen, dat hij de rest niet meer op kan nemen. En zo snel mogelijk naar de dierenarts. Dat is heel gevaarlijk. Dus let goed op bij dit soort producten. Ja. Nou, dit zijn eigenlijk maar een aantal producten die we zo bedacht hebben vandaag. Maar er zijn er nog veel meer. U kunt ze allemaal opzoeken op internet. Hele lijsten. Dus dankjewel, Margot. Ja, geen dank.